Ik ben Erik Kortom, ik ben acteur, presentator en van alles en nog wat. En mijn tip is Paradiso. Eigenlijk alle poppodia van Nederland. Kom even mee. Wat moet je gezien, gehoord of ervaren hebben? Podiumkunstenaars tippen het in must. Erik Kortom groeide op in de buurt van Arnhem en Paradiso Amsterdam was in zijn jeugd nog ver weg. Een mythische plek waarover werd gesproken op de radio. In mijn hoofd bestond Amsterdam uit een stad met wallen. Daar liepen prostituees op rond op die wallen. Als je daar voorbij was, was er een stad met in het midden een berg. En daarop stond een tempel, echt een letterlijke tempel, en dat was Paradiso. Het is grappig, want als je dus daar staat, dan is het druk en vol. Maar hier heb je het overzicht over die zaal en is het eigenlijk heel goed te behappen. Als je kijkt naar de balkons, het tweede balkon daarboven, dat is het verste weg. En dat, eigenlijk is dat niet zo heel ver. De mensen hangen over die balustrades. Dus het is heel tastbaar. Het is te behappen. Er zijn hele grote zalen of plekken of voetbalstadions waar de concerten gehouden worden. De Ziggo Dome is prachtig. Er kunnen 19.000 mensen in. Maar daar sta je met een verrekijker te kijken naar het bandje waar je graag naartoe gaat. In Paradiso, wat dan al een grote is, maar het ook hele kleine poppen. Je hebt Echo, je hebt Hedon, je hebt Vera in Groningen, wat een fantastisch podium is. Daar sta je met je snuffer erbovenop. Daar kun je, net als hier in Paradiso, als je hier bij het podium staat, dat komt bij mij tot aan mijn heupen. Je kunt de band feitelijk aanraken, ruiken. Mijn vaste plekje sta ik het liefste hier. Dat is misschien heel gek, maar dit is de geluidstafel. Hier staat dus degene die de band mixt. Dus als het goed is, is het geluid hier het beste. Maar je hebt ook gewoon een mooi uitzicht. Je kijkt overal overheen. Deze route is wel redelijk bekend, want als je moet plassen in Paradiso, moet je hier naartoe. Hier begint het voor mij ook altijd gevaarlijk te worden. Want ik ben namelijk lang. En Paradiso is niet zo heel erg hoog. De catacomben. Ja, dit is dus het backstage gedeelte. Met ook weer hele lage plafonds. Licht. Met heel simpel, een keukentje en een koffiemachine. Maar dit is wel de plek waar mensen hier zo meteen omhoog gaan. En hier zijn over het algemeen de zenuwen. Tenminste, ik ga ervan uit dat de meeste mensen toch nog steeds wel enige vorm van spanning hebben als ze moeten gaan spelen. Want hier ga je omhoog. Drinken, gebruiken, toestanden. Voordat ze opgaan. En dan mag je hier omhoog. Lampje aan is, ja. Zo. Steile trap. En dan moet je je voorstellen, als je dus met een band van 8 man bent, sta je dus met z'n vieren hier, 4 aan de andere kant, te wachten. En dan heb je hier een doek. En dat is altijd leuk. Altijd zoeken waar de opening is. Oh ja. Tadaa. Tadaa. Ik zit op dit moment in Paradiso, omdat Paradiso gewoon in mijn hometown een heel belangrijk podium is. Maar het gaat eigenlijk over poppodia in zijn algemeenheid. Die op dit moment allemaal dicht zijn. De grote angst is dat een aantal podia dat niet gaat overleven. Dus ik wil eigenlijk de tip geven dat op het moment dat het ook maar weer remotely kan, om dan gewoon te gaan. Ook al is het een kutband die je niet kent, ga en geef gewoon een paar centjes uit in die podia, want die kunnen dat heel hard gebruiken. En daardoor kunnen ze blijven bestaan, waardoor die ene band waarvoor jij dan wel wil gaan, ook geboekt kan worden. Ga voor meer programma's van NPO Cultuur nu naar NPO Start.